Goedemorgen allemaal, welkom weer in 2021. Wat een jaar, wat een bevrijding. We hebben eigenlijk een hele vervelende periode achter de rug. Het nogmaals, we mochten niet meer hierdoen. Ook de kappers zijn dicht geweest de afgelopen jaar. Nou, dat kunnen we wel zien. Clint, wordt het niet tijd dat je een keertje naar de kapper gaat? Nee? Nou, het lijkt wel of het baard en het haar door elkaar heen groeit. Maar goed. We gaan weer terugkomen op de Shido scores. Nou, we hebben het over gehad dat in 2021 een nieuw programmaatje is gekomen. Het is nu als je 3 Shido's en strafjes krijgt, dan heb je de wedstrijd gewonnen. Dus het is eigenlijk een omgekeerde wereld geworden. Maar nogmaals, de hele wereld is op z'n kop gegaan het afgelopen jaar. Dus wij laten ook weer zien dat er een nieuw item bijgekomen is. Een van de situaties waar je ook een Shido voor kan krijgen, dus een score kan maken, is dat op een gegeven moment dat je te langzaam gaat opstaan. Dit gebeurt vaak in een colder score als mensen moe zijn. Nou, de situatie is vastpakken, bewegen over de mat, iemand zet een worp in. Matthé, terug naar je plek. Kijk, de ander staat al klaar in het midden, zet op te wachten en de ander duurt te lang voordat hij opstaat. Het wordt steeds moeier. Uiteindelijk wordt dat een straf. Gaat je mee? Matthé! Shido! Ja! De volgende situatie dat je ook een straf kan krijgen, is als je op een gegeven moment je hoofd onder een arm expres doorduikt zelf. Juist. Had je mee? Matthé. Shido. Ook waar je op een gegeven moment straf voor krijgt, is dat je met je been gaat inhaken. En je gooit iemand niet naar voren, maar je gooit iemand naar achteren. Daar komt ie. Helemaal omheen lepelen, inhaken. En dan het been vastzetten. Mee. Matthé. Hans, zoek hem een gay. Oké, Clint, krijg geen score voor. Als je mensen blesseert in een nieuwe stijl in 2021, ga je geen scores krijgen. Dus dit is echt een verboden handeling. Nou, waar je ook een straf voor krijgt is Shido. Dus op het moment als je een judo bent en je pakt bij de band en je maakt geen worp en je blijft de hele tijd bij de band vasthouden. Dus je blijft maar bij de band vast, zonder dat er iets ingezet wordt. Had je mee? Matthé! Waar je een strafje kan krijgen voor in de wedstrijd van Shido, is als je met je hand in iemands gezicht komt. Dus als iemand zijn voorhoofd pakt om een lurking te maken. Had je mee? Matthé! Shido! Yes! Nou, ik moet zeggen, we hebben nu heel veel Shido strafjes behandeld. Ik weet zeker dat we niet alles hebben gedaan. Want nogmaals, het is een heel dik boek. Mocht er toch nog een paar zijn dat je zegt, oh, die zijn heel belangrijk. Je kan altijd op een gegeven moment op onze YouTube kanaal, Facebook of Instagram, kun je daar even eentje erbij zetten. En wie weet gaan we die ook gewoon nog extra behandelen dan. Wel belangrijk op een gegeven moment om je goed te trainen in al die strafjes. Want nogmaals, als je kampioen wil worden met al die strafjes, ja, dan moet je echt hard werken en hard trainen. Ik zeg succes, kijk op ons YouTube kanaal.